Vandaag bij mij aan tafel twee leden van Transitie Boksel en we gaan vendelen. En mocht iemand nog niet weten wat vendelen is, blijf vooral kijken. Welkom bij Dommeland Live. Welkom. We hebben hier Ruud van Kasteren. Van, dan moet ik het goed zeggen, Gilde Sint Barbara en Sint Joris Boksel. Klopt, helemaal. Net hebben we een paar keer geoefend. Ja. Dat ging goed, hè? Nu ging het goed. Ja. Jos Stift van Transitie Boksel. Ja. En Ando Kuipers van Transitie Boksel. Ja, daar heb ik het moeilijkste gedeelte gehad. Hallo. Ik had het net over vendelen. Ouderwets woord. Ja. Het gilde Sint Barbara en Sint Joris Boksel. Ja, zo moeilijk is het toch niet, wel? Nee, ik ga het ook nou niet meer zeggen, maar jij gaat er iets over vertellen. Ja, wij zijn een gilde hier in Boksel in 1996 heropgericht. Op 4 december 1996 in de ridderzaal van het kasteel Stapelen. En één keer in de twee jaar schieten we koning. En dat doen we op Sint Joris, 23 april. Schieten we koning? Dan schieten we koning, ja. Klinkt heel... Ja, dat is zo. Dan staat er die vogel bovenop een 12 meter hoge mast. En degene die het laatste stukje van die vogel afschiet, mag zich gelukkig de koning noemen. Ja, dus jullie vendelen en jullie schieten. En we trommen. Dus dat krijgen we dadelijk even te horen. Oh, hier gaat de zaak al een beetje... Wij gaan even hier een beetje de boel eventjes opluisteren. Even terug naar de oprichting. De heroprichting, zeg je? Ja, we zijn... De gilden zijn rond 1850 in Boksel ophouden met bestaan. En uiteindelijk hebben we met een hele groep mensen... In 1995 begonnen met een aantal vergaderingen om te zorgen dat er weer een gilde kwam. En we hebben ons eigenlijk dan in 96 heropgericht. Ja, en die kar die werd toen getrokken, heb ik begrepen, door Geert van der Wal. Onder andere. Geert en... Helaas onlangs overleden. Ja, overleden, ja. Helaas. En met Henk van Weert. Ja. En Jan van Hoog natuurlijk, onze burgemeester. Ja, burgemeester. En onze erelid, ben ik heel even zijn naam kwijt. Harry van Vrede, ja, niet te vergeten. Tuurlijk, sorry Harry. Ja. Noem hem nog een keer. Harry van Vrede. Dat bedoel ik. Ja. Maar het is best een serieuze aangelegenheid, want er moet dan officieel op het gemeentehuis getekend worden? Of? Nee, het is wel zo dat de koning, als die ingehuldigd is, hè, dan krijg je dus de koningsbreuk op. Omgehangen. De koningsbreuk? De koningsbreuk, ja. Dit is de breuk die wij dus hebben laten maken. Dat is zo zwaar als een breuk? Nee, maar zo heet dat. Okay. Onze eigen breuk, want die is er nog, die hangt als vaste collectie in het Noord-Brabants Museum. Oh. Zowel die van Sint Barbara als van Sint Joris. We hebben nog geprobeerd om hem terug te krijgen, maar helaas, dat is hem niet geworden. Lukte niet? Nee, we hebben ook gedacht, moeten we hem dan namaken? Dat hebben we eigenlijk ook niet gedaan. En we hebben eigenlijk een nieuwe breuk gemaakt. Okay. En dat is deze. Met alle leden van de heroprichting hier op een hoedje. Ja. En natuurlijk met het kasteel waar we heropgericht zijn. De Petrus Basiliek, Sint Joris, Sint Barbara. En dan, normaal hangt hier een papegaai aan, maar we hebben een merlet voor gekozen. Een merlet, die uiteindelijk het gemeentewapen komt. Mag je het ook een eend noemen? Ja, het is eigenlijk een merlet. Een merlet. Ja. Wat is een merlet voor eend? Dat is er eentje zonder snavel en zonder poten. En daaronder mag... Ja, snavel zonder poten. Die schuif ik met kerst altijd in de oven. Nee. Maar dat is een merlet. Oké. Okay. Ja. Nog nooit van jullie van een merlet gehoord? Nee, nooit. Nee, staat er weer iets geleerd? Ik leer bij het gemeentewapen. Oké. Okay. In het oude gemeentewapen dan. En daaronder is het? En daaronder mag een koning zijn eigen schild ontwerpen en aanbieden aan het gilde. En dit is mijn... Want jij bent de koning? Ik ben op 23 april de koning geworden. Oh, onlangs? Ja. En hoe voelt het? Ja, uitstekend. Het was voor mij niet de eerste keer. Dus... ik ben in 2001 al een keer koning geweest, dus ik weet een beetje wat van je verwacht wordt.
En ik moet zeggen, het is een enorme eer om het gilde te mogen uitdragen. Ja. En dan ook nog hier aan tafel. En hoe draagt een koning het gilde uit? Op allerlei manieren. We zijn natuurlijk met tal van boksen activiteiten aanwezig. Zoals met de herdenbloedprocessie, 4 mei, dodenherdenking, Koningsdag. Dus een tal van activiteiten. Ja, want jullie, we hebben een filmpje dat de Vendelaars, zeg ik dat zo? Vendeliers. Vendeliers, sorry. Aan het vendelen zijn, zeg ik dat wel goed? Ja, dat is goed. Tijdens een herdenking gaan we eentje naar kijken. Ja, dat is bij het Campina monument. Wat wij ook geadopteerd hebben. En wij zorgen er ook voor dat tijdens de herdenking van de Campina, dat het monument weer helemaal piekfijn in orde is. En wij zijn daarbij aanwezig. Ja. En brengen we een vendelgoed aan de aanwezigen en aan de overledenen. Ja. Ik verslikte me net een beetje in het woord koning, want ik wil de burgemeester zeggen. Maar dat bedoel ik eigenlijk omdat we een koning in ons midden hebben. Ja. Maar ook een burgemeester. Ja, hallo. Hallo Jos, Stift. Ja, vertel, klopt. Een burgemeester. Ja, ik ben sinds november vorig jaar benoemd als klimaatburgemeester. En dat is de tweede hier in Boxtel. En dat vond ik een hele eer. En ik heb een soortement groep om me heen. Dat had Twan, de vorige burgemeester, al bijeen. Maar daarvoor waren ook nog twee jonge burgemeesters. Ja, de klimaat, de klimaatjes. En met die groep zijn we bezig met allerlei activiteiten te gaan plannen. Met betrekking tot duurzaamheid en transitie. Dus, ja, want jullie zijn lid van Transitie. Ja, Transitie Boxtel. De klimaatburgemeester zit daar heel dicht bij natuurlijk. Ando, wat is Transitie Boxtel? Had ik misschien al lang moeten weten. Ik weet het wel, maar voor de mensen thuis. Transitie Boxtel is een groep zoals die ook internationaal bestaan. Het is eigenlijk een transition town. Dat is een internationaal begrip. En dat zijn lokale initiatieven die proberen gewoon om op de plek waar je zelf woont iets te doen met duurzaamheid en met behoud van de goede dingen. Ik vind de laatste tijd dat er rond transitie en klimaat, dat er heel veel polarisatie is. Er wordt over geruzied, mensen raken geïrriteerd. Ja. En transitie klinkt alsof je dingen wilt veranderen. Ja. Mensen willen eigenlijk nooit iets veranderen en ik eigenlijk ook niet. Ik zit eigenlijk bij Transitie Boxtel omdat ik dingen wil behouden. Misschien ben ik juist heel behoudend. Ik wil graag de goede, de frisse lucht behouden en de natuur en de diersoorten en het goede leven, daar gaat het om. Ja. Dus transitie is dat je soms af en toe iets anders moet doen om juist het goede te behouden. Dat zijn wijze woorden, maar er zijn toch een hoop mensen. Nou, in ieder geval niet iets om ruzie over te maken, maar iets wat je eigenlijk samen zou Ik zou er eigenlijk geen ruzie over moeten maken, maar als ik wel eens op X lees en kijk, het oude Twitter, en ik zie daar wat mensen schrijven, hoe mensen echt in lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, dat is als heel de keer jammer. Heeft gesneeuwd van, hoezo klimaat, het sneeuwt toch? Ja, de polarisatie is alom vertegenwoordigd en dat komt soms door wat extreme politica in de landelijke organisatie, maar in principe proberen wij gewoon mensen te activeren en te enthousiasmeren om zo duurzaam mogelijk te leven. En dat kan op een hele kleine schaal door tegel te wippen. Ja. Of dat je misschien een deelauto hebt of allemaal dat soort dingen. Het komt direct op tegel wippen, is dat mensen de tegels de tuin uit doen? Ja, de tegels de tuin uit doen en Dat kan tegenwoordig, begreep ik zelfs zo, dat de tegels opgehaald kunnen worden. Ja, de gemeente die die faciliteert dat. Een paar keer per jaar. Ja. Een paar keer per jaar. De tegeltaxi. Ja. Die komt bij u thuis. Ja, en dan hopen we natuurlijk dat daar een stukje groen voor terugkomt. Planten of bomen. Ja, soms gooien ze oude tegels en leggen ze nieuwe stenen in. Maar. Ja, we gaan nog niet zo ver als in Frankrijk, heb ik begrepen. In sommige plekken is het zelfs kun je een boete krijgen als je te veel tegels hebt in je tuin. Ja. Maar dat werkt bij Nederlanders niet zo. Nee, dat denk ik niet. Nee. Dus wat dat betreft denk ik dat we aardig aan de weg timmeren. We geven lezingen, we laten films zien.
Ja, er worden lunches georganiseerd. Dus ja, wat dat betreft. Ja, we hebben nog veel meer, daar komen we direct op terug. Ja. Ando, ik ging even googlen natuurlijk. Denk, je bent natuurkundige. Ja. En werkt bij TNO, dat denk ik zo. Zo, dat is toch goed. Ja, positieve O. Ja. TNO is een mooi instituut, kun je er iets over vertellen? TNO is heel breed. Het zijn een paar duizend onderzoekers die over heel Nederland verspreid zijn en die aan heel veel onderwerpen werken. Maar hier in de buurt van Eindhoven, daar hebben we bedrijven zoals Philips en ASML. En er zitten gewoon heel veel bedrijven die machines maken voor van alles en nog wat. En ze maken ook machines om zonnecellen mee te maken. Ja. En ik werk bij TNO in een groep die werkt aan technologie voor zonnecellen om zonnecellen te produceren. En wat is het verschil tussen een zonnecel en een zonnepaneel? Een paneel bestaat uit losse cellen. Dus Okay. Als je zo'n paneel ziet, dan zie je van die tegeltjes. En al die tegeltjes, dat zijn losse cellen. En die zijn met elkaar verbonden met draadjes. Ja. En dan, maar er is dan nu niet klaar van, nou, we hebben zonnecellen zonder op stroom. Waar is daar nog te ontwikkelen? Er is nog een heleboel te ontwikkelen, want je hebt eigenlijk heel veel ruimte nodig voor zonnepanelen. Momenteel is het zo dat een zonnepaneel zit ongeveer 1/5 deel van het zonlicht om in stroom. En als je ze wat beter maakt, dat die bijvoorbeeld een derde deel van het licht omzet, dan heb je veel minder oppervlak nodig. Dan heb je minder ruimte nodig, minder spullen, kost het minder geld. Je kunt ook zorgen dat het er beter uitziet. Ja. En als je naar actuele dingen kijkt, er zijn ook rond Bokstel een aantal velden met zonnepanelen. En de meeste mensen vinden dat helemaal niet mooi. Je gaat een dagje fietsen of je gaat met de kinderen het land in en dan staan er van die lelijke zonnepanelen. En dat is wel mooi, die zijn mooi stil en die maken groene energie. Maar je kunt ze ook net een beetje anders maken. Je kunt ze gekleurd maken, je kunt ze van vorm laten veranderen. Je kunt ze helemaal integreren in het landschap. En dat zie je nu steeds meer, dat het gecombineerd wordt met landbouw. Dat het eigenlijk bijdraagt aan biodiversiteit. Ja. We weten allemaal, als je zonnepanelen op je dak hebt liggen, dan zitten er wel eens vogelnestjes onder. Het slechte nieuws is dat dat ook wel eens kortsluiting geeft. Maar het goede nieuws is dat dieren vinden het eigenlijk heel prettig om in de buurt van een zonnepaneel hun dingen te doen. Okay. Dat verdraagt elkaar heel goed. En het is zelfs gebeurd dat zonnevelden waar dan een hek omheen staat omdat mensen daar niet in mogen, dat dieren daar nou juist heel erg naar hun zin hebben omdat dat een rustig plekje is in de buurt van een dorp. En dan zie je juist de biodiversiteit toenemen. Oké, nou dat is nieuw voor mij. Dus in Amerika ken ik een zonnecellenveld. Dat is na een paar jaar uitgeroepen tot beschermd natuurgebied. Oké. Okay. Omdat allerlei dieren daar hun plek hadden gevonden. Ja. Maar ik heb begrepen, dus als je dat leert, dan kan je nog heel veel veranderen en kan je nog heel veel doen. Maar het probleem met zonnepanelen, ik heb begrepen, is dat tegenwoordig zoveel mensen stroom terugleveren. Dat er een soort van stroomfile ontstaat. Te veel stroom, we kunnen het niet meer opslaan. Nou, we moeten een beetje omgekeerd denken als wat mijn moeder deed. Mijn moeder was altijd heel zuinig. En we hadden 's nachts goedkope stroom. Dus ze had een timer op de wasmachine en een timer op andere apparaten in het huis. En die gingen pas aan als het avond was. Nu moeten we het precies omgekeerd doen. Als de zon schijnt, is er heel veel stroom. Dus je moet de wasmachine overdag aanzetten in plaats van 's nachts. Ja. Je moet dus zelf de energie gebruiken op het moment dat het er is. Dus ook je elektrische auto, die moet je zorgen dat je die oplaadt midden op de dag. En niet 's avonds als je thuis komt als de zon ondergaat, want dan heb je met elkaar een probleem. Ja. En als we dat ook een beetje leren met elkaar, van wat is nou handig en wat is er het goedkoopst, dan kan je ook die opstoppingen in het elektriciteitsnetwerk een heel groot deel tegengaan. Over energie gesproken, Ruud. Ja. Jij legt ook heel veel energie in jouw hobby, is het denk ik, hè? Dit is wel een hobby, ja. Dat is, je bent 2 jaar koning. En dat komt, het is niet alleen naar buiten treden, maar natuurlijk ook allerlei vergaderingen bijwonen. Als koning heb je een adviserende taak, dus je zit bij de overheid. De overheid is eigenlijk het dagelijks bestuur. En dan moeten we zorgen dat we onze zaken op orde hebben. En 3 keer per jaar vergaderen we met alle leden. En zo proberen we dan van activiteit naar activiteit te gaan. En ook met sport en spel en de jeugd proberen te benaderen. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste van alles. En heb je iets met koningen? Ik heb wel iets met koningen, want ik ben erg koningsgezind. Maar dat ben ik al jaren.
Maar dit is toch wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. Koning van het Gilde te zijn. Maar hoe bedoel je koningsgezind? Bedoelt Willem-Alexander, Maxima? Ja, en alles wat ervoor zit. Okay. Ik verzamel nog over Maxima gesproken. Is er ook een koningin? Of? Koningin, ja. Ja. Ik heb een koning. Koninggemaal. Kijk. Ja. En onze zoon, bonuszoon, of mijn bonuszoon, heeft zich afgelopen kermis tot kermiskoning geschoten. Want wij doen dus met de leden ieder jaar kermiskoning schieten. Op de zondag van de kermis. Oh, leuk. Op ons eigen terrein natuurlijk. Dus ongeveer zo'nzelfde vogel als deze. En degene die, dus dan mogen de leden, de partners en iedereen die er is, mag meeschieten. En degene die zich dan het laatste stukje van die vogel afschiet, is een jaar lang kermiskoning. Ja. En die krijgt dan een herinneringsschildje. Niet zoals dit, maar wel iets. Okay. En dan staat keurig netjes al een naam ingegraveerd van alle andere koningen. Ja. En één keer per jaar is het ook het koningsschieten rond Koningsdag? Nee, wij schieten op 23 april. Eén keer in de twee jaar. Maar dus rond Koningsdag gaat het nou goed, maar één keer in de twee jaar? Op 23 april. Oké. Okay. En op de dag van de Koningsdag, dan zijn we natuurlijk aanwezig bij de gedecoreerde en brengen wij daar een gildegroet. Ja. Maar van het koningsschieten, niet te verwarren met het wipschieten, dat is weer iets anders? Ja, dat doen we met wedstrijden. Hè. We doen door het jaar heen hebben we een zomer- en een wintercompetitie. En daar doen de leden in mee. Dat gaat niet in kostuum zoals wij nu zitten, maar dat is gewoon in vrije tijdskleding. En dat is op zondagmorgen, dat is ook een gezellig samen zijn, waar de koffie is en in de winter de kachel opgestookt wordt. Ja. En dan is het gewoon ook gezellig keuvelen met elkaar. En ondertussen wordt er ook een schietwedstrijd georganiseerd. Ja. En dat is dan met de kruisboog. En dan met die pijl die daar op tafel staat, schieten we dan op een plaatje. Koningsschieten hebben we voorstaan hier. Mag je ook eens vertellen wat er... Ja, dit is de mast, is dus de koningsmast. Kijk, hier heb je de vogel, dus deze vogel, alleen de staart ontbreekt natuurlijk hier. Die wordt boven op een 12 meter hoge mast vastgezet. En hij wordt gericht naar de basiliek. En dat is van huis uit een traditie. En degene dan, waar laatst keer met 13 personen en... Om te schieten, want je bent niet verplicht om mee te schieten, maar je mag meeschieten. Deze jongen, die schiet je dan... Die schiet je naar voren. Als je hem omdraait, kun je het zien hoeveel... want ik heb hem dus weer in elkaar gelijmd. Ja, ik hou hem even hier, misschien op de camera. Om te kunnen zien hoe dat hij er dan uiteindelijk in ziet. En hij staat natuurlijk thuis als een trofee op de kast. Ja, mooi. Gaan we toch eens naar Jos. Want wat doen jullie nog meer bij transitieboksel? Ik heb heel veel dingetjes langs zien komen. Ja, nou ja, we geven lezingen, we laten films zien. En verder hebben we elke twee maanden hebben we Repair Café. Ja. En dat is de eerste zaterdag van de desbetreffende maand. De eerstvolgende keer is 4 mei. En ja, dat is bij het goed. Kringloopbedrijf het goed. En dan kan je gewoon, als je staafmixer het niet meer doet... Dan kan je daar naartoe. Ja, en in principe kunnen ze heel veel repareren. Maar ja, soms lukt het ook gewoon niet. Maar dan vinden mensen het ook fijn, want dan weten ze in ieder geval wat ze ermee kunnen doen. Ze kunnen ook melkopschuimers repareren. Kijk maar even. Ja, ze kunnen alles komen. Ja. Helaas was ik een bolletje kwijt, anders had ik hem nog terug kunnen brengen naar de winkel. Dat is een jaar garantie, joh. Uiteindelijk is die al een hele tijd kwijt gegaan. En zonder melkopschuimer kun jij niet leven? Nou, op zich wel eigenlijk, maar ik vind het gewoon zonde, dus. Ik heb hier spanning op staan, dus dat doet het. Maar dat zal al je minder maar iets kapot zijn. Spannend. Nou, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig of het gaat lukken, ja. En ik heb goed nieuws, het was gelukt. Ja. Nou ja, heel vaak lukt het wel. En ja, wat ik zeg, soms ook niet. Niet alles. Maar het is altijd een gezellig sfeertje. Het zijn leuke reparateurs. En we hebben zelfs ook iemand, Trix, die ook nog wat naar klusjes doet. Dus ja. En er zijn ook wel mensen die met iets komen waarvan je zegt, nou, wat breng je nou mee? Nou,
ik heb wel, vorig jaar waren er een paar antieke wandelwagentjes voor kinderen. En dat waren best wel hele mooie, leuke dingen om te zien. En daar moest een leerbandje aan en dat kon weer iemand anders van ons groepje maken. Hebben ze dan ook bij die materialen? Of? Nee, nee, nee. In principe komen ze daar en nou ja, dan hopen ze dat dat bij ons zo is. En wat betreft de rest van, ja, het zijn gemiddeld wat heggenscharen of koffiezetapparaten of ja, tunenversterkers, melkopschuimers. En dus dat meestal is het elektrisch? Het is maar eigenlijk meestal elektrisch, ja. Misschien een idee om deze ook een keer... Ja, dat gaat vast. Nou, ik dacht dat het aardig goed gelukt was om hem in elkaar te krijgen. Dat zijn jouw woorden, hè? Ja. Ja, nee, het ziet er hartstikke goed uit. Ja. Autodelen. Ja. Ja, er is ook een initiatief om, er zijn een twee of drietal elektrische auto's waar een groep van gebruikers samen gebruik van maakt. Dat, om de totstandkoming van die beschikbaarheid van die auto's, dat hebben we aan bijgedragen, aan meegedaan. Dat is eigenlijk meerdere mensen dat doen van afstand om dat groter te maken. Auto. Ja, gewoon delen van een auto. Ja. Die staan vlakbij het stadskantoor. Dus ook de ambtenaren gebruiken ze af en toe wel eens. En van wie zijn die auto's dan? Dat is eigenlijk een commerciële organisatie. Ja. Maar doordat je dan lokaal zorgt dat er genoeg gebruikers zijn, wordt het de moeite om die auto's daar neer te zetten. En kunnen ten afloop van tijd ook wat meer worden. Of je kunt ze op meerdere plaatsen neerzetten. Ja. En dan probeer je daar een soort voorbeeldfunctie van te maken. Dus bijvoorbeeld, ik heb zelf een gewone auto. Maar mijn buren zijn lid van die club van die deelauto. En het afgelopen half jaar heb ik mijn auto uitgeleend aan mijn dochter. En dacht van ja, misschien moet ik ook maar eens lid worden van die club dan. Hè? Ja. Ja, gebeurt vaker dat kinderen. Dus voorbeeldfunctie. Ja, inderdaad. Het is nog niet zo gebruikelijk. Er zijn maar een paar van dat soort auto's in Boxtel. En als je er veel meer hebt, dan gaan mensen dat veel makkelijker doen. Hoeveel doen er in Boxtel aan mee dan? Aan die, Nou, er zijn nu een groepje van een man of 10, denk ik, dat er mee zijn. Zoiets, denk ik. Er zijn een paar auto's. Ja. Maar het was wel leuk, want vorig jaar bij de Klimaatweekend was het toen nog, of het jaar daarvoor bij het Klimaatweekend. Toen hebben we ook op de markt gestaan en daar stond dan ook diegene met die deelauto om een beetje reclame te maken enzovoorts. Ja. Dus, ja. De BBB, niet te verwarren met de partij van Caroline. Ja, inderdaad. Nee, de Bokselse Bromen. Bomenbrigade. Ja, ik ben nu eventjes plaatsvervangend van Jan Juffermans in de groep zittende. En wij proberen ervoor te zorgen of te waken dat er niet zomaar allemaal bomen omgekapt worden. Ik heb dan onder andere een beetje overheid.nl waarin staat waar hier een beetje kapvergunningen worden uitgegeven. En als wij het zelf ook niet vertrouwen, sorry, dan gaan we even een kijkje nemen. Of we worden door bezorgde bewoners gebeld, dat laatste ook nog. Maar je wordt wel heel serieus genomen door de gemeente, heb ik begrepen. Ja. Ja, zeker. We hebben ook een paar keer per jaar een overleg. Ook bijvoorbeeld nu lijkt het erop dat er soms toch ineens bomen weggaan waarvan wij denken van, hey, kan het allemaal wel? Dus er moet misschien toch nog weer even naar de gemeente gezegd worden van, er is een soort... Bekijk het nog eens een keer op. Ja, er is een soort groene kaart. En daarin staan wel alle bomen die moeten blijven, zeg maar. En voor de mensen is het soms ook wel duidelijk als ze af en toe toch nog wat informatie krijgen. En dat we niet alleen maar bomen we gaan wegdoen omdat we last hebben van de bladeren. Dat is een heel mooi voorbeeld, vond ik eigenlijk. Nieuwbouwwijk hier in Boxtel zou komen. Dat was toen gewoon het hele kavel was door de architect was dat volgetekend. Maar er stonden ook een paar grote bomen. Toen hebben we voorgesteld om het straatplan net heel klein beetje aan te passen dat die bomen konden blijven staan. En die mensen die wonen nu in die huizen die daar net gebouwd zijn. Ja. En in plaats dat er alleen maar een paar zielige nieuw geplante boompjes staan, staan er ook een paar echte. Ja. Dus hun nieuwbouwwijk ziet er nu groener uit. Mensen onderschatten het belang van bomen. Ja. Er was dus eigenlijk gewoon een aanpassing mogelijk en daardoor... En bomen zijn zo belangrijk dat en mensen vergeten dat wel eens. Van ja, die bomen weg ermee. Soms wel, denk ik. Ik probeer een brugje te vinden van bomen naar Ruud. Dan denk je, trommelstokjes worden van hout gemaakt. Is dat een beetje een goede brug? Ja, dat klopt. Wij, onze trommelaars die hier ook aanwezig zijn, die trommelen met houten stokjes aan. Ja, ik draai hem even om. Want hij pakt zijn stokjes al uit, hoe heet zo'n ding waar je ze uitpakt? Dat is gewoon een riem, hè. Kan iemand zijn microfoon erbij...
Nee. Ja. Ja, dat is gewoon de troonriem, daar de troon aan hangt. Oké. Okay. Om het lopen is dat lastig om mezelf te dragen natuurlijk en het slaan, dat lukt natuurlijk. Ja. Nou, ik zie jullie... Maar die, is, ja. Die zijn vergeelde tromen, vergeelde dikker als de normale tromstokken. Die zijn veel dunner, maar dit zijn speciale hardhouten stokken. Ja, van belangrijke bomen die gekapt zijn om dat ding te... Ja. Ja, nee. En waarom zijn ze speciaal? Het is allemaal vanuit de middeleeuwen, dus zo'n trommellok is allemaal natuurmateriaal. Omdat dat dus oud moet lijken. Ja. Het is natuurvel, er zitten touwen in plaats van, er zit geen plastic aan. Zo'n tromstokken die gebruikten ze vroeger ook voor zo'n trom. Oorspronkelijk kwam die trom weer aan het leger gebruikt, voor commando's zeg maar. In de tijd van het Napoleon, er waren ook zo'n soort van trommen. Maar in ieder geval, nou is dat gewoon voor om de gilde ja. te gaan. Kun je hem eens even pakken? Ja. Dan moet je gaan staan, denk ik, hè? Ja, ik moet even staan. Ik heb een sidekick. Ine is mijn sidekick. Ja. Als je even over wil gaan staan, Ine, dan moet je ook echt goed bezijken. Dan moet je de microfoon... Tafeldame. Kun je eens een voorbeeld geven van een trommelthemaatje? Ja, wij staan dus verschillende marsen. En aangepast aan het evenement dat we op dat moment hebben. Als wij gewoon een gildendag hebben, over de straat, mag vrolijk zijn, staan we gewoon de modelmars. Dat is een mars die alle gilden kennen. Dat is een oude mars van de landmacht in feite. Komt... Nou, laat maar eens... Een stukje hoor. Even ja, doe maar met is nog een. Kevin. En dan. Die duurt al wel langer. Maar... Ja. Ja, hoe heet u? Kevin. Kevin van der Zanden en Theo Klomp. En? Theo Klomp. Oké. Nou, let's go. Ja. Wat heb je nou getrommeld? Of? De eerste reprise van de modelmars. Oké. Okay. Die we normaal slaan als we in de optocht gaan. En zo hebben we diverse marsen kunnen slaan. Ja. De rest is de mars die alle gilders kennen. Oké. Okay. Standaard modelmars noemen ze dat. Oké. Okay. Dan hebben we ook dan een buitenmodel, die is iets luxe. Met meer roffels erin en zo. Ja. Maar dan bijvoorbeeld bij de uitvaart van een gildenbroeder. Dan moet dat een beetje droevig klinken. Dan hebben wij ook een... rouwdoek over de trom, een zwarte rouwdoek. Oké. Okay. En dan klinkt hij echt heel droef, zeg maar. Een stukje droevig. Ja, dankjewel. Dat tempo is heel langzaam. Ja. Gewoon echt een droevige mars. Ja. Hartstikke interessant, ik kan er wel een uur erover praten, maar je moet even door met de uitzending. Maar mag ik er misschien nog heel even aan toevoegen? Er zijn ook soms kringgildedagen en dan zijn er dus tamboers van verschillende gildes. En die gaan dan met elkaar in wedstrijd. En Theo heeft ook regelmatig een zilver schildje voor ons gewonnen met de tamboer. Tot ons spreekt Ine Jonkers. En jij bent van ik ben beschermvrouw van het gilde sinds 2002. Ja. En daarnaast zit jouw man, komt er even bij staan, Tom. Dat is Ton Jonkers. Ja, ik ben de hoofdman van het gilde. De hoofdman? De hoofdman. En de hoofdman die zorgt voor de continuïteit. Die zorgt voor de tradities dat die in ere worden gehouden. Ik zorg dat de vergaderingen goed lopen. Ik hou de boel bij elkaar. Kijk. Dat is ook natuurlijk een belangrijke taak. Dat doet me heel veel plezier. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Nou, ik moet door met de gasten. Hartstikke interessant. Ik ga even terug naar mijn gasten. Ja? Ja? Terug te komen over bomen. Okay, als mensen dan toch de bomen gaan kappen, dan kan er het volgende gebeuren. We had to hold tight to survive this real life thrilling game.
After getting down, he might take a dose and told his friend to count and see. Action, Bombay! Ooh, shit. And yes, so he saw that his car was destroyed. People call arborists the defenders of trees. Whoa. Not the house defender. Here comes. Oh, chips. Een beetje karma dit, hè? Je hebt toch grote bomen gehad. Ja. We zijn bijna door de tijd in. Ik had nog een klein vraagje. De jeugd. Ja, de jeugd. En dat geldt zowel voor transitie. Je zou denken, ja, jeugd interesseert zich toch voor klimaat en... Maar ja. Ik vroeg ook van, ja. Is er ook misschien een mengeling, een jonger iemand met een ouder iemand? En toen zei jij van, nee, dat hebben we niet. Nee, helaas niet. We doen best wel ons best ook. En we proberen ook, ik heb trouwens tijdens de interview met Klimaatjes laatst gezegd van, nou, misschien moeten we een keer iets gaan organiseren, een lezing voor de kids. Over een lezing gesproken, jij houdt binnenkort een lezing? Ja, dat klopt. Op 8 mei in de bibliotheek van Bokstel kan ik een tijdje vertellen over zonne-energie, wat je daar allemaal mee kunt. Ja. Want de laatste tijd is daar weer heel veel discussie over en er is zin en onzin over wat er rondgaat. En dan ga je en dan wou ik graag in gesprek met de mensen en ik kan er wat over vertellen, want daar verandert van alles. Hartstikke interessant. En met die kinderen, ik vind het zelf heel leuk. We hebben ook een heel aantal jaren met leden van Transitie Bokstel verteld op de lagere scholen in Bokstel. En ik heb dat zelf ook gedaan, dat je dan gewoon voor zo'n klas staat. En ik was dan echt helemaal verpletterd door wat die kinderen al wisten. Ja. Zoals? En dat er ook een geweldige discussie ontstond. En er kwamen zoveel vragen dat wat ik had voorbereid, daar kwam ik helemaal niet aan toe. Want het ging meteen over... Dat je denkt... Nou, ik wilde iets vertellen over duurzame energie. Toen begonnen ze zelf van, er zijn net jodiumpillen uitgedeeld. En het ging over kernenergie. En het ging over... Daar wisten ze van alles van, want daar hadden ze het thuis over gehad. En, zelfs de juf die daar normaal les gaf, die zat een beetje met open mond van, oh ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Maar, dus ik heb daar ook goede hoop dat dat allemaal wel, wel gaat komen. Ruud, jeugd. Ja, jeugd. Wij hopen weer wat jeugd bij te krijgen. Daarom hebben we op donderdag 30 mei, s'avonds om 8 uur in de oude raadzaal van het gemeentehuis een bijeenkomst waar iedereen die belangstelling heeft om iets meer te weten te komen over het gilde en het gildewezen. Is daar hartelijk welkom. Op de site kun je wat informatie inwinnen. Ja. En het zou heel erg leuk zijn als we onze jeugdleden wat uit mogen bereiden. Ja, maar ik kan me voorstellen als ik jong zou zijn, hoe krijg je nou zoiets traditioneels nog aan de man? Het lukt nog wel. Kijk maar hier, we hebben een aantal jeugdleden. Maar we graag er nog wat bij. Dus daar gaan we nu hard aan de slag voor. Ja, nou, ik wens iedereen hartstikke veel succes met jullie doelen. Ja, dankjewel. En blijf vooral zo bezig. Het lijkt me leuk als ik afsluit. Bedankt voor de uitnodiging. Geroffel van een trom, vind je het lukkend? Ja. Ja. Doe om. Ja. Kijk, iedereen gaat staan. Ik blijf zitten. Ja. Zal even een roffel maar. Doe maar een gezellige roffel. Het was een gezellig programma. Wij ook staan met de beste auto. Sluit maar gezellig af. Taboer hoort het om. Kijkers, jullie horen mij waarschijnlijk nog wel. Dankjewel voor het kijken, ik hoop dat het interessant was en tot de volgende keer.